Welkom bij een cursus in wonderen, werkboek les 197. Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten. Hier is de tweede stap die we zetten om je denkgeest te verlossen van het geloof in een kracht van buitenaf die zich met de jouwe wil meten. Je doet pogingen tot vriendelijkheid en vergeving. Toch verander je die weer in een aanval als jij geen uiterlijke erkentelijkheid en overvloedige dankbetuigingen krijgt. Je geschenken moeten met ere worden ontvangen, anders worden ze teruggenomen. En dus denk je dat Gods gaven op zijn best leningen zijn, op zijn slechts misleidingen die je van je verdedigingen zullen beroven om te garanderen dat wanneer hij toeslaat, hij zeker zal doden. Hoe gemakkelijk worden God en schuld verward door hen die niet weten wat hun gedachten kunnen doen. Ontken je kracht en zwakheid moet wel verlossing voor je worden. Zie jezelf als gevangen en tralies worden je thuis. Evenmin zul je de gevangenis verlaten of aanspraak maken op je kracht, zolang schuld en verlossing nog als één worden gezien en vrijheid en verlossing niet als verbonden worden beschouwd met aan hun zijde kracht die gezocht en opgeëist en gevonden en volledig kan worden erkend. De wereld moet jou dankbaar zijn wanneer je haar bevrijding schenkt van jouw illusies. Maar jouw dank komt ook jou toe, want haar bevrijding kan alleen de jouwe weerspiegelen. Jouw dankbaarheid is alles wat jouw geschenken nodig hebben om de blijvende gift te zijn van een dankbaar hart dat voor altijd bevrijd is uit de hel. Zou je dit ongedaan willen maken door je geschenken terug te nemen omdat ze geen eer werden aangedaan? Jij bent het die ze eer aandoet en ze op een gepaste wijze dank betuigt. Want jij bent het die de geschenken ontvangen heeft. Het geeft niet of een ander jouw geschenken onwaardig vindt. Er is in zijn denkgeest een deel dat samen met het jouwe dank zegt aan jou. Het geeft niet of jouw geschenken verloren en vruchteloos lijken. Ze zijn ontvangen waar ze gegeven zijn. In jouw dankbaarheid worden ze universeel aanvaard en dankbaar erkend door het hart van God zelf. En zou jij ze willen terugnemen wanneer Hij ze dankbaar heeft aanvaard? God zegent elk geschenk dat jij Hem geeft. En elk geschenk wordt Hem gegeven. Want het kan alleen worden gegeven aan jouzelf. En wat God toebehoort, moet wel het zijne zijn. Maar je zult nooit beseffen dat zijn gaven zeker zijn, eeuwig, onveranderlijk en onbeperkt en eeuwig uit te delen, liefde uitbreiden en jou altijd durende vreugde vergroten, zolang jij slechts vergeeft om weer aan te vallen. Neem de geschenken die je geeft terug en je zult denken dat wat jou gegeven is teruggenomen werd. Maar leer vergeving de zonden te laten wegnemen die jij buiten jezelf denkt te zien en je kunt nooit denken dat de gaven van God slechts voor een poosje geleend worden, voor hij ze weer wegrist in de dood. Want de dood zal dan geen betekenis meer hebben voor jou. En met het eind van dit geloof is angst voor goed voorbij. Dank jouzelf hiervoor, want hij is alleen dankbaar jegens God en hij dankt zichzelf voor jou. Tot ieder die leeft zal Christus uiteindelijk komen, want ieder moet leven en bewegen in hem. Zijn wezen is in zijn Vader zeker, want hun wil is één. Hun dankbaarheid jegens alles wat zij geschapen hebben, kent geen eind. Want dankbaarheid blijft altijd deel van liefde.
dank aan jou, de heilige Zoon van God. Want zoals jij werd geschapen, bevat jij alles in jouzelf. En jij bent nog steeds zoals God jou geschapen heeft. Ook kun je het licht van jouw volmaaktheid niet verzwakken. In jouw hart is het hart van God gelegd. Jij bent hem dierbaar, omdat jij hem zelf bent. Alle dankbaarheid behoort jou toe om wat jij bent. Zeg dank, zoals jij dank ontvangt. Wees vrij van alle ondankbaarheid jegens wie ook die jouzelf compleet maakt. En van dit zelf is niemand buitengesloten. Zeg dank voor alle talloze kanalen die dit zelf uitbreiden. Alles wat jij doet, wordt hem gegeven. Alles wat jij denkt, kunnen louter zijn gedachten zijn, omdat je met hem de heilige gedachten van God deelt. Oogst nu de dankbaarheid die jij jezelf hebt ontzegd, toen je de functie die God jou gegeven heeft vergat. Maar denk nooit dat hij ooit opgehouden is jou te danken. Les 197. Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten. Het ego vindt het heel erg lastig om onvoorwaardelijk lief te hebben, om onvoorwaardelijk te geven en onvoorwaardelijk dankbaar te zijn. Het ego wil er altijd iets voor terug. En dan is het niet meer onvoorwaardelijk, dan is het eisend. En het heeft geen zin om dankbaarheid of liefde van anderen te eisen. Want op het moment dat je eist, wordt het weer een aanval en is wat je geeft niet onvoorwaardelijk. En dankbaarheid tonen doe je dus vooral voor jezelf, omdat het je eigen trillingsfrequentie verhoogt. Op het moment dat jij werkelijk dankbaar bent, dan heeft dat een effect in je eigen lichaam. En heeft het helemaal niets met de ander te maken. Er is niet voor niets een spreekwoord dat zegt, tel je zegeningen. En dit kan voor de grote en de kleine dingen. Vooral de kleine dingen, want er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Zelfs in je meest diepe dalen, in je donkerste tijden, is er altijd wel iets waar je dankbaar voor kunt zijn. En als je je richt op dat kleine puntje dankbaarheid, dan verhoog jij je trillingsfrequentie in je lichaam. Dan verander je al van perspectief. Dankbaarheid is zo krachtig. Het is echt je snelweg naar liefde, vrede en vreugde. En als jij dankbaarheid in alle cellen van je lichaam voelt, dan zend je dat ook uit naar het kwantumveld. En dan respondeert het kwantumveld door jou meer te geven van de dingen waar jij dankbaar voor bent. Maar dat is niet vanuit een eis, vanuit het grijpen van het ego, maar vanuit een diepe liefde voor alles wat is. Zonder te eisen, maar het alleen maar te zijn. En ik heb het voorbeeld wel vaker gegeven. Kijk naar kastanjebomen. Appelbomen, perenbomen. Elk jaar geven ze hun vruchten vrij. Ze bekommeren zich niet om wat anderen daarvan vinden. Of je de vruchten opeet of laat liggen. Ze delen hun volle potentieel. Onafhankelijk van wat jij daarvan vindt of wat jij daarmee doet. En ze voelen zich niet beledigd als jij er niets mee doet. Of ze er niets voor teruggeeft. En kijk naar de bloemenpracht in de lente en in de zomer. Elke bloem leeft zijn volle potentieel, deelt zijn kleuren, deelt zijn geuren. Omdat dat is waar zij voor zijn bedoeld. Onafhankelijk van wat andere bloemen van ze vinden. Of wat mensen van ze vinden. Of dat mensen ze nou plukken of vertrappen. Het maakt de bloemen niet uit.
en laat je daardoor inspireren. Door jouw potentieel te laten bloeien, te laten groeien. Onafhankelijk wat de buitenwereld daarvan vindt. Deel je pracht, deel je kracht, deel je schoonheid, want daar ben jij voor bedoeld. En wees daar dankbaar voor. Wees dankbaar voor jouw potentieel en dat jij daarmee de wereld een beetje mooier maakt. En dank allen en alles en iedereen die de wereld een beetje mooier maakt. Wees dankbaar, tel je zegeningen, want dat maakt je werkelijk gelukkig. Dan voel je de liefde, het leven en de vreugde door jou heen stromen. En daarom kun jij alleen maar je eigen dankbaarheid oogsten. Want als een ander dankbaarheid aan jou geeft en je kunt het niet werkelijk ontvangen, niet werkelijk oogsten, dan is het leeg. Dan verdwijnt die dankbaarheid in een bodemloze put. Maar op het moment dat jij dankbaar bent, kun je ook de dankbaarheid die anderen aan jou geven, daadwerkelijk ontvangen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat jij het eerst bent en dan kun je het oogsten.